Hallo, vandaag gaan we de klassieke rijstaart maken, maar deze keer met zoetstoffen in plaats van met gewone suiker. En de rijstaart heeft een speciale betekenis voor mij, want dit was de taart die ik vroeger altijd met mijn oma maakte. En vandaag ben ik er nog altijd dol op. We gaan eraan beginnen. Kijken jullie mee? We beginnen voor deze rijstaart met het koken van de melk. We doen deze in een pannetje en zetten het vuur op middelhoog. Let goed op dat je melk niet overkookt en zodra dat deze dan kookt, voegen we de rijst toe. Samen met een paar draadjes verse saffraan. Roer het geheel goed door en draai het vuur zacht. Blijf nu gedurende 35 tot 40 minuutjes zachtjes roeren, tot de rijst de melk volledig heeft opgenomen. Wanneer de rijst bijna alle melk heeft opgenomen, voegen we tot slot ook de stevia kristalkorrel toe. Meng dit nu nog een laatste keer goed door en draai dan het vuur uit. We halen onze warme rijstpap van het vuur en gieten ze dan over in een grote kom, zodat de rijstpap verder kan afkoelen in de koelkast. En we dekken de rijstpap af met een laagje plasticfolie en dit brengen we rechtstreeks aan op de rijstpap. Zo voorkomen we dat er een vel ontstaat. Voilà, alles is goed afgetikt. Dus dit zetten we in de koelkast voor ongeveer 30 tot 40 minuten minimaal. En dan gaan we voort met onze taart. Voilà, onze rijstpap is volledig afgekoeld, dus dan kunnen we de taart gaan samenstellen. Hiervoor beginnen we met het velletje bladerdeeg. Dat gaan we verdelen over deze taartvorm. We duwen de onderkant goed aan in de vorm. We zorgen dat alle hoekjes bedekt zijn met het deeg. En snijden dan de rand weg met een mesje. Zodat we het bakpapier ook aan het vel bladerdeeg laten, hebben we achteraf geen problemen met de taart uit de vorm te krijgen. Voilà. Werk eventueel de randjes nog wat bij, zodat ze overal gelijkmatig gesneden zijn. En dan rest ons alleen nog de room op te kloppen. Zorg dat je room zeker koud is, zo kan je hem snel en gemakkelijk opkloppen. Voilà, onze room is stijf genoeg en helemaal opgeklopt. Dus nu kunnen we deze onder de rijstpap gaan roeren. Het gemakkelijkste is om dat met een spatel te doen. Zo behouden we alle lucht die we net met ons harde werk in de room geklopt hebben. Zo zie je dat onze rijstpap ook heel luchtig wordt. Dat gaat een extra zachte en smeuïge smaak geven aan de rijstaart. Als laatste voegen we ook nog één ei toe aan het mengsel. We breken het ei eerst apart in een kommetje. Kloppen het dan wat los met een vork. En voegen het dan toe aan de rijstpap. Als laatste stap nemen we terug onze taartvorm erbij en gieten we ons rijstpapmengsel erin. Dit is nu klaar voor de oven. Die hebben we ondertussen al voorverwarmd op 180 graden Celsius. En dit gaat er nu nog in zo'n 40 à 45 minuten. Voilà, de taart zit in de oven en nu rest er ons enkel nog te wachten tot die klaar is. Ik ga er alvast heerlijk van smullen.
Ik hoop dat we elkaar snel weer zien in de volgende receptvideo. Voor de klassieke rijsttaart heb je volgende ingrediënten nodig. 125 gram dessertrijst, 600 ml melk, een paar draadjes saffraan, 30 gram stevia kristalkorrels, 1 vel bladerdeeg, 100 ml room en 1 ei.